de spelers van FC Emmen en Jong PSV. Emmen dus op de derde plaats in de keukenkampioendivisie. En bezig aan een aardige serie. Emmen is ongeslagen in de laatste 5 competitiewedstrijden. Het won de laatste 2 thuis van Den Bosch. Jong PSV zeer wisselvallig. 5 van de laatste 6 wedstrijden verloren. Afgelopen vrijdag dus de nederlaag tegen Jong AZ. Tigo Land. Oh, Heile. Ja, de controle was er niet in eerste instantie. Nu moet hij strijden tegen Van Duiven. En dat is typisch Jason Van Duiven. Die ziet zijn kans schoon. En het is het gevaarlijkste moment tot dusver in deze wedstrijd. Het gaat al mis hier bij de stuit. Geen controle en dan slecht geraakt door Heile. Van Duiven gebruikt zijn lichaam goed, is brutaal en is dicht bij de openingstreffer. Heile. De route naar Te Wierik is afgesloten, dus moet dat via Bernadou. Dat doet Emme prima. Luca Bernadou. Land verovert de bal, maar geeft hem hier heel knullig mee aan Pacicek. En dan moet het raak zijn, maar de redding uitstekend van Schiks. Zo krijgt Emme deze kans min of meer cadeau. Maar wordt het cadeautje niet uitgepakt door Piotr Pacicek. Alleen in 2013 verloor Emme thuis van Jong PSV. Toen werd het 0-2. Toen was Joop Gal nog de coach van Emme. En Darije Kalesic, de trainer van Jong PSV. Zo drinkt Jong PSV weer wat aan. Nasso, mooie 1-2. En sterk aan de bal. En dan vindt de scheidsrechter dit geen overtreding. Daar had Puts kunnen fluiten, maar dat doet hij dus niet. Van der Blaak heeft de bal alweer heroverd. Van Duiven, mooie combinatie. En wordt het ook afgemaakt. Het zou een schitterende goal zijn geweest. Maar het schot van Van der Blaak wordt gepakt door Hoekstra. Daar liet Jong PSV even zien dat het ontzettend goed kan voetballen en kan combineren. Ruimte bij Hardeveld. Goede opening. Hardeveld. Moeizame redding van Schiks. Hardeveld pikt op en schiet hem er bijna in. Bal in het zijnet. Hoebe. El Meliani. Lekkere voorzet. En de bal valt uiteindelijk goed. En dat levert de kans op voor Hoebe. Had daar zijn eerste doelpunt kunnen maken voor Jong PSV in dit seizoen. Jong PSV dat al zoveel doelpuntenmakers heeft in deze competitie. 13 verschillende doelpuntenmakers. Ploeg van Grim komt daar goed weg. Vlak. El Messaoudi. Zoveel ruimte is er niet om te manoeuvreren. Versnelling van Gonzaga. Nasso. Jong PSV komt met 4 man. Nasso kan gaan schieten, maar is te wild. Krijgt die bal niet tussen de palen. Dubbele wissel aan het begin van de tweede helft bij de thuisploeg. Jorrit Smeets en Joey Konings komen in de ploeg. Bernadou en Pacicek zijn in de kleedkamer achtergebleven. Goed gevoetbald door Oppegaard, maar veel te veel risico genomen door Nasso. Ubbink. Goed gegeven zeg, kans en het doelpunt van Rui Mendes. Zo heeft Emme de voorsprong in de tweede helft heel snel te pakken. Mooie paas van Ubbink. En uitstekend raakgeschoten door Rui Mendes. Emme op voorsprong. Tigo Land. Jong PSV op jacht naar de gelijkmaker. Land krijgt hier de kans om gelijk te maken, maar zijn schot wordt van richting veranderd. Nu de hoekschop.
En bijna binnengeschoten door Te Wierik. Weer een uitstekende redding op de doellijn. Goeie voorzet dit trouwens van Ubbink. Bijna was het 2-0 via Te Wierik. Na 10 minuten in de tweede helft de hoekschop van Ubbink. En een goede reflex. Jamal Gonzaga eraf. En voor hem in de ploeg Nicola Verkooyen. Die hier misschien meteen voor gevaar kan gaan zorgen, want hij gaat diep. Krijgt alleen de bal niet. Wel de mogelijkheid, maar niet het doelpunt voor Javon Simons. Dams. Goeie bal op Oppegaard. Oppegaard. Afspeelmogelijkheden zijn er volop. Maar je moet wel de juiste uitzoeken. Nasso. En dat is toch ook wel weer gevaarlijk. Het is dat jong PSV het niet goed uitspeelt. Maar het is toch zeker niet kansloos in deze tweede helft. Hoekschop van Ubbink. Positie daar gekozen door Te Wierik. En van dichtbij moet het dan toch raak zijn. Wat een kans. Vlak en de vlag omhoog voor buitenspel toch. Vlak werd eigenlijk lastig gevallen door zijn ploeggenoot Konings. Die staat hem hier in de weg. Maar er is dus ook sprake van buitenspel. Nou, ik vraag me af of het buitenspel is. Maar hij gaat er in ieder geval niet in. Zo is het nog altijd spannend. Met nog dik 10 minuten te gaan. Vlak. Mag de bal daar niet voor spelen. Het gebeurt hem ook niet. Hardenveld. Van der Blaak is hier gezien. En dan ligt er ruimte voor Emma om het af te maken. Hard geschoten, maar ook wel wat wild geschoten door Patrick Brouwer. Goeie invalbeurt voor Smeets aan de kant van Emmen. En wordt het hier dan afgemaakt, Konings. Hele goede redding opnieuw van Schiks. Toch de uitblinker bij jong PSV. De keeper. En is het afgelopen aan de Oude Meerdijk. En wint Emmen bijzonder moeizaam met 1-0 van jong PSV. De winnende goal gemaakt in de openingsfase van de tweede helft door Rui Mendes. Het was niet fraai, maar Emmen pakt wel weer 3 punten en komt nu in punten gelijk met nummer 2 Roda JC. En komt op 3 punten van koploper Willem II, de tegenstander van aanstaande vrijdag.